NV Energiebedrijf in Suriname, EBS, staat sinds jaar en dag voor grote uitdagingen. Onder andere vanwege verouderde infrastructuur die dringend aan vervanging en uitbreiding toe is. Met behulp van een lening van $65 miljoen die de Surinaamse overheid is aangegaan met de Caribische Ontwikkelingsbank, CDB, zal er een aanvang gemaakt worden met de realisatie van een deel van de plannen om het netwerk te upgraden. De regering heeft zelf een maximale eigen bijdrage van $32 miljoen. De Memorandum of Understanding is op 22 juli dit jaar getekend op het hoofdkantoor van de EBS. Het project heeft de naam Suriname Power Project meegekregen en bestaat uit de volgende belangrijke uitbreidingen en upgrades. De bouw van twee nieuwe onderstations in Welte Leiding en Vijfde Rijweg. De upgrade van het onderstation de Quatta, OSD. De aanleg van een transmissieverbinding van 69 kV die zal lopen vanuit OSD naar het nieuw op te zetten onderstation Vijfde Rijweg. De plannen om deze belangrijke upgrades en uitbreidingen te doen liggen er al langer, maar werden door een gebrek aan kapitaal uitgesteld of provisorisch uitgevoerd. Met behulp van de lening van $65 miljoen van de Caribische Ontwikkelingsbank zal er eindelijk een aanvang worden gemaakt met de realisatie van een deel van deze plannen. Hierdoor zal de EBS beter in staat gesteld worden de steeds stijgende vraag naar elektriciteit te accommoderen en zullen storingen als gevolg van achterstallige investeringen afnemen.